Hey, de kijkers van de Wombatkoeroe, hier waren we de vorige keer gebleven bij dit gat met een ladder. Dus daar moeten wij nu waarschijnlijk doorheen. We gaan even over de ladder klimmen. Deze perfecte animatie. Kijk, we kunnen gewoon zonder eind naar links en naar rechts zonder te vallen. En we hebben een mooi licht. Oké, we hebben een lange groene tunnel met groen licht aan het eind. Waarschijnlijk is het een soort van gas. Kijk, het lost een beetje op. Dus dat is nooit een goed idee, groen gas. Want, wat de fuck is dit allemaal? En waarom trilt alles? Oké, daar kunnen we niet in. Wat is dit voor teken? Groen gas betekent meestal gif. Moeten we hier doorheen? Au. Oké, het gas wordt een beetje oranje. Is dat een goed teken? Een ladder? Oh, we gaan nu heel diep. Is dit al het einde? Dat lijkt me niet, toch? Hier is het gas weer groen. Wat is dat geluid? Oké, dit is... Toen waren we hier. En alweer alles beeft. Er zitten weer ladders. Dus gaan we gewoon weer verder naar beneden. Even kijken hoe laat het is. Dus we niet één aflevering gewoon opeens een uur doen. Kan wel, maar daar heb ik geen tijd voor. Moeten we hier niet in? Nee, we gaan verder naar beneden. We durven dat gewoon. Zou het hier niet heel erg warm moeten zijn? Want als je heel diep in de aarde gaat, dan wordt het altijd een stuk warmer. Daar is die andere ladder. Hier hadden we ook vandaan kunnen komen. En alles trilt. Dat bevalt me helemaal niks. Oké, dit ziet er anders uit. Oh, we hebben licht. We zien licht, jongens. Dat is mooi. Oké, dus hier zit ook zo'n deur die dicht kan. We zijn nog steeds hier in dit gebied. En hier hebben we weer een mooie lichtgevende deur. Dat vind ik dan weer mooi. In al deze creepyheid hebben we dan wel weer zo'n mooie deur. Dus daar gaan we gewoon doorheen. En een nieuw gebied. Ik had eigenlijk verwacht dat we al in een nieuw gebied zouden komen als we die ladder afgingen. From thigh to spine, he places his head in the vice and spun the wheel until the skull cracked and the thoughts leaked onto his shoes. It relieved the pressure for a while, but it soon returned. Oké, wat een vreselijk geluid was dat net trouwens. Het leek alsof zo'n vark inderdaad de hele tijd aan het schillen was. En waar zijn wij nu beland? We hebben hier weer allemaal water, dat is kapot. Ik hoop niet dat we dat moeten maken, want dat ziet er een beetje onmogelijk uit. Hier hebben we weer zo'n ding. Laten we die even afspelen. Oh, and you took it upon yourself to act as Redeemer. Professor, I would not be so presumptuous. I am merely a conduit. I am constructing an architecture to wrestle our damnation to the ground and smother it with steam. He's here, he's here! Ik bedenk me net dat het licht gaat zo knipperen als we dat varkenmonster zien. Maar dus ook als we die kinderen zien. Dus dat... Dat zou verklaren waarom die... Waarom die brief het had over varkens en kinderen. Dat die kinderen dus gewoon later varkens worden. Dat is angstaanjagend. Dus laten we daar gewoon niet aan denken. I said you'd come. Oh, daar loopt hij weer. Kut kind. These must be the bilge pumps. I'm at the heart of the saboteur's efforts. In order to keep his flood in place, he must have disabled these fast pumps. But he was clearly rushed. Thus far he has left most of his work incomplete, his clumsy efforts reduced to simply switching off all he could find. If I can locate the controls, the remedy will be simple. Oké, dus we zijn bij het centrum. Oh. Ah nee, dat watermonster is hier ook weer. Snel er langs heen lopen, voordat we allemaal weer doodgaan. En we gaan weer de ladder op. Oké. En dan? Ahead, the trickle to still waters. Mooi muziekje. Deeper into the temple, downward ever, towards a wind that held the voices of my children. Er staat daar iemand. Beckoning me to set them free. Wat? Wat doet dat kind daar? Kunnen we daar naartoe? Wat? Hij verdwijnt gewoon in één keer in bloed. Daar krijg ik de rillingen van. Ik weet niet hoe jullie gevoelens en zo daarin zijn. Maar dat vind ik niet echt normaal. Dat een kind zomaar opeens in bloed uitspat. Maar goed, laten we het daar alweer niet over hebben. Mijn gevoelens.
zijn niet zo heel belangrijk. Snelweg. Wow. Zagen jullie dat ook? Wat? Het wordt allemaal steeds vager. Ik zag er echt opeens iets verdwijnen en toen weer... Dus was er iets en dat... Dat ga ik straks even terugkijken. Ik wil weten wat het was. Wat hebben we hier? Moeten we dit aanzetten? Denk het wel, hè? Oké. Hier zit een varken. Dus moeten we hier dan iets doen? Nee, toch? We hebben nu denk ik de bilge-pumps aangezet. Kijk, hier draait van alles. En ik weet niet wat dat nou eigenlijk voor zin heeft. We gaan hier weer naar beneden. Naar het vervelende watermonster. En dan gaan we kijken wat we nu kunnen doen. Ah, kijk. Oh, alles staat hier opeens aan. Oh, mooi. Deze deur is hier zo verschoven. Dus dan kunnen we nu hier zo in. Wat? Kijk naar dat water, man. Dat lijkt wel... Dat lijkt het vet uit een frituurpan of zo. Another bump. It seems once again I must engage it. I cannot help but feel I am trapped in some great game. Forced to undertake endless Herculean labors for the promised reward of my darling children. Een game in een game. Gameception. Wat hebben we hier allemaal? Ik denk dat we gewoon hier langs moeten lopen of zo. Wat zijn dat? Zit dat overal op de muur? Ik weet niet. Oh, hier zit weer een deur. Oké. We lopen eerst gewoon even hierin. Oh, daar zit stroom. Daar kunnen we vast niet doorheen. Lijkt mij. Oké. Nee, dat lukt niet helaas. Dan lopen we gewoon eventjes terug. Kijken wat er gaat gebeuren. Kijken of we hier zo langs kunnen. Dat hoop ik dan. Waar moeten we anders heen? Zitten we hier wel gevaarlijk boven al het water? Ho, oh, wow! Wat? Nee, uit het water. Nee, die hij. Ik wil dit niet. Sneller, sneller. Daar zit een ladder. Oh god. Wat gebeurt er? Ladder op. Wat? What the fuck? Oké. Dat hadden we even niet verwacht. Sorry voor dat geluidje. Nogmaals. Oké. Daar kunnen we allemaal niet heen. Hè? Wat? Hè? Was dit... Oh, we zijn nu aan de andere kant. Oké, ik dacht al. Er zijn opeens allerlei dingen bijgekomen. Dat watermonster, daar willen we toch niet mee in aanraking komen. Laten we eerst hier eventjes kijken wat hier is. Dan gaan we daarna daar zo omhoog. Hier is bloed. En hier beneden is een ladder. Oké, dat is niet... Wat? Auw. Wat moeten we hier nou weer doen? Het is niet fijn om in een rode kamer te zitten terwijl je helemaal hier zo beneden bent. Oké. When holding an object, you can click right mouse to throw the object. Maar dat doen we toch ook al? Oh. Oké. We zijn weer heel genieus. We zijn er gewoon achter gekomen dat het zo moest, terwijl we helemaal niks door hadden of zo. Ik had niet het idee dat we dat moesten doen of zo. Ik gooide hem gewoon daarheen. En voilà. Het is gewoon weer gelukt. Oh nee, alles gaat instorten. We gaan allemaal dood. Maar was dat het? Wat moesten we daar dan eigenlijk doen? Gewoon die ladder naar beneden doen? Oké, handig. Hadden we er beter gewoon helemaal niet in kunnen vallen. Hier. Waar zijn we? De main pump controls. Oké. Wat hebben wij hier? Stop. Ensure all wheels are in place for correct operation of pumps. Maar die zitten helemaal niet allemaal op zijn plaats. Die moet daarop, oké. En hier staat er nog één. Dan moet die op die andere. En dan zijn we alweer klaar. Nou, weer aanzetten net zoals die andere. Dan moeten we waarschijnlijk straks nog eentje. Want 2 is wel een lelijk getal voor het aantal pompen. En nu gaat hier ook van alles aan. Kijk, deze gaat helemaal aan. Ik vind het allemaal maar een enge gedachte dat al deze machines allemaal aanstaan. Wat hebben wij hier? Oh, het water stroomt weg. Nice. The flood is drained. I've prevailed. The saboteur is beaten. My heart pounds with excitement. Even as my head spins and shudders in feverish anticipation.
how this machine now throbs about me, sensing its rebirth, its imminence. The final descent beckons me to enter, as Lily once lay on our wedding bed and summoned me into manhood. Oké, hoe laat is het? Oh, we hebben nog wel even tijd, hè? Oké, mooi. Dus doordat het water nu weg is, kunnen wij hier beneden gewoon normaal lopen. Dat is wel fijn. Kijk, want die... Oh nee, watermonster. Want die trap, die ging daar eerst heen. Hier vielen we toen in het water. Hele grote machines allemaal. Hallo. Hij kan gelukkig niet onder me komen. Hier hebben we weer zo'n deur. Moeten we dan weer door zo'n kamer heen? Ja. Oké, mooi. Dan komen we dus weer uit dit gebied. Waarschijnlijk gingen we er dan straks met die vorige in. En dan met deze gaan we er weer uit. De vloer zal maar breken, hè, met die ventilator zo eronder. Die gaat dicht. Jeuk aan mijn neus. Die gaat aan. En dan wachten we totdat de druk is opgevoerd. En dan kunnen we deze open doen. Daar gaat de druk iets anders doen. En ja. Gaat die deur open. Nogmaals. En dan deze weer. En dan kunnen we hier gewoon door. Oké, mooi. En dan vind ik dit wel weer een mooie plek om weer te stoppen. Wat staat hier op deze mooie tekening? Oh, hier heeft hij iets ontworpen. Oké. Core System Access. Nieuw gebied, nieuwe aflevering. Wil jullie bedanken voor het kijken. Wees wel, blijf wel met zijn en Wombat. Volg me ook op Twitter, @TheWombatGuru. Like deze video, voeg hem toe je favoriete. Abonneer op dit kanaal, The Wombat Guru. En dan zie ik jullie als het goed is over 2 dagen weer. Bedankt voor het kijken. Wees wel, blijf wel met zijn en Wombat. Bye bye. Ik was even het rijtje kwijt, maar ik heb het nu weer. Bedankt voor het kijken dus. Bye bye.